en de vrede die de engelen ons toezingen, zij met u allen. Amen. Ik heet u allemaal van harte welkom, al degenen die hier in deze kerk te samen zijn, om in het donker van de nacht te vieren dat het licht van Christus aan ons is verschenen. En een bijzonder welkom aan al degenen die deze viering volgen via de televisie, de lokale omroep S. Als er redenen van gezondheid zijn die u verhinderen om vandaag aan deze viering deel te nemen, dan wens ik u een spoedig herstel en ik wens u allen een goede aandacht bij deze viering. De versiering voor het altaar hier vooraan in de kerk is een versiering die in de loop van de adventstijd in 4 etappes is opgebouwd en waaraan vandaag een 5e deel is toegevoegd. We zijn begonnen met de puinhoop van ons leven, voor u vooraan links, en daar staat de kaars bij van de eerste zondag van de advent. De tweede zondag, Johannes preekt in de woestijn en hij preekt een doopsel van bekering. De kaars die daar staat heeft de okerkleur van het woestijnzand. Er staat de schaal van het doopwater en vanuit die schaal van het doopwater een tak met daaraan het begin van u. Als we ons tot God bekeren, begint er nieuw leven. En van daaruit is de weg gebouwd, baant een weg door de woestijn, bereidt de weg des Heren, de weg die naar deze kant loopt. De derde kaars is de roze kaars, de kleur van de gedempte vreugde van de zondag Gaudete, de derde blijde zondag van de advent. En op de vierde zondag van de advent hebben we ons gekeerd tot Maria. Daarom staat hier haar Maria-icoon. En wat we hier dan dichterbij de preekstoel zien, dat is wat wij zingen in het lied. Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam, die lijkt ons oude zongen uit Jesse het leven om. Je ziet de oude wortelstam van Jesse, Jesse de vader van David. U herkent de Davidsster aan de top van die oude stronk. Er is een roos ontsprongen uit deze wortelstam, de rozenstruik Maria. Nu heeft zij bloem gebracht in het midden van de winter. Uit het oude volk van Israël, het geslacht van David, komt in de, door de geboorte van Jezus Christus nieuw leven voor. Hoe oud de mensheid ook is, Jezus Christus zal steeds degene zijn die ons nieuw leven schept. En mogen het vieren van zijn geboorte vandaag voor ons een stimulans zijn om ons te keren tot hem, zodat we aan dat leven volledig deelachtig worden. De schuld willen wij beleiden met schuldbelijdenis 2, in uw boekje op bladzijde 2 in het midden. Ik mag u vragen om het antwoord hier ontferm over ons samen te zingen. Heer, die in onze duisternis komt als een helder licht, maak ons onbevreesd en ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die in ons leven verschijnt om ons van alle ongerechtigheid te bevrijden, maak ons onbevreesd en ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die door de engelen aangekondigd wordt als onze redder, maak ons onbevreesd en ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.
Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Laat ons bidden. Heer onze God, u hebt de duister van deze nacht willen verlichten door de komst van Jezus Christus, uw Zoon, onze medemens, die ons de weg wijst naar u, die met ons meegaat op die weg. Wij vragen u, help ons om in ons leven telkens weer de weg te gaan naar hem, met hem de weg te vervolgen en deelachtig te worden aan het leven, het goddelijk leven dat hij voor ons bedoelt. Dat vragen we u die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dit was de opening van de dienst. Wij vervolgen nu met de dienst van het woord. De lezingen vindt u op bladzijde 5 en volgende in uw boek. En na de eerste lezing zullen we, zoals aangegeven staat, het lied zingen van Er is een hoogst ontspannen, dat u vindt op bladzijde 23 in uw boek. Nu eerst de eerste lezing. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vrede.
zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid, van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer, de hemelse machten, brengt het tot stand. Tot zover deze eerste. Psalm 96. Heden is onze redder geboren, Christus de Heer. Heden is onze redder geboren, Christus de Heer. Zing voor de Heer een nieuw gezang. Zing voor de Heer alle landen. Zing voor de Heer en verheerlijk zijn naam. Verkondig zijn heil alle dagen. Heden is onze redder geboren, Christus de Heer. Meld aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wonderen daden aan alle volken. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft. Heden is onze redder geboren, Christus de Heer. De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe, omdat hij komt. Hij komt als koning der aarde. Heden is onze redder geboren, Christus de Heer. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren, de volken eerlijk en trouw. Heden is onze redder geboren, Christus de Heer. Tweede lezing. Dierbaren, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerte te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goed. Tot zover deze tweede lezing. Wij danken God.
dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats hier in het landgoed van Syrië. Alle gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op. We zingen, kijk ons.
Voorwaarde is dat je regelmatig even de tijd neemt om stil te staan.
fout en onrechtheid van Jezus, dat wij de lijden aanvaard blijven. Laat ons doen. Voor allen die geloof en vertrouwen hebben in Jezus, dat hun woorden en daden van alle dag een verademing mogen zijn voor ieder die geen raad meer weet. Laat ons doen. Voor de leiders in de kerk, dat ze aandacht en zorg hebben voor de mensen aan de rand van de samenleving. Zoals Jezus zelf, die bij zijn geboorte bij de alle armen stond. Laat ons doen. Voor hen die steeds meer moeite hebben met hun geloof in Jezus, dat hun onzekerheid en hun twijfel en niet meer houden om zich in te zetten voor bevrijding uit onrecht en vrede. Laat ons doen. Heer onze God, wij bidden u. Voor hen die ziek zijn, of om welke reden dan kunnen zijn, dat ze aan ons merken dat Jezus ons inspireert en bezighoudt. Laat ons doen. Heer onze God, wij bidden u. Laat ons bidden voor alle. De vreugde van het kerstfeest overschaduwd wordt door het gemis van een dierbare of door een verstoorde relatie tussen mensen. Dat er voor hen toch hoop en levensmoed en levensvreugde mag zijn. Laat ons bidden. Wij bidden voor de kinderen in onze parochie die onlangs zijn gedood en binnenkort gedood zullen worden. Voor de kinderen die zich in het komende jaar gaan voorbereiden op de eerste communie en het vangst. Voor al diegenen die hun trouwplannen voor het komend jaar nu reeds vaststaan. Wij bidden het voor de zieken onder ons. Wij bidden het voor alle die zich op een bijzondere wijze voor onze hoop inzetten. Laat ons doen. Voor onze dierbare willen wij. Dat God hen vanuit onze aarde mag opnemen in het licht van zijn eeuwige vreugde. En vandaag willen wij bijzonder voor Harry van der Meijden, Jan Lop, Janus van der Heijden, Florimond Timmermans, Gart Pijnder en overlevering van Kamp Rijsbos, dat zij bij God de eeuwige vreugde mogen vinden. En we bidden voor een bijzondere dat God ons gebed mag verhoren. Laat ons bidden. Ja, onze God, wij bidden voor ons. En voor onszelf bidden wij, die de menswording van God zo vieren, dat dit feest ons opnieuw aanspoort om goede mensen te worden. Laat ons bidden. Ja, onze God, wij bidden voor ons. Verder, onzichtbare God, in Jezus ons nabij, in zijn naam, leggen we onze benen voor u in. Verhoog ons en laat ons vervulling komen waar wij vurig naar uitzien door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Hiermee is van het woord geëindigd. Wij vervolgen met de dienst van de tafel. Terwijl de tafel wordt klaargemaakt, zing het hoofd en
De band met elkaar.
So this is Christmas.